Ik zou het heel fijn vinden als Sjoerd van der Plas en Rachida Toppenberg hier naar beneden zouden kunnen komen. Waar zitten jullie? Ja, daar! Nou ja, kijk. Dag Rachida. Nou, dat meen je niet. Ga zitten. Dag. Hallo, hallo. Ik krul helemaal. Gaat ie? Ja. Ja. Ga maar een beetje naast ze zitten dan. Ik hak er niet aan. Nee, wat heb je niet? Ik hak er niet aan. Ja, hak er niet aan. Ja. Hé, verdik me nou. Ja. En je hebt wel mooie schoenen trouwens. Ja, hij wel. Hé, hey, luister. Misschien dat jij even kan uitleggen waarom we hier zitten. Want het heeft alles te maken met jullie liefde. Jullie kennen elkaar nu... 4 jaar, toch? Ja, we kennen elkaar 4 jaar, inderdaad. Ja. En 4 jaar geleden was het eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel. Want na 2 weken... was ik zwanger. Ja. 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 Van een zoon? Ja. Ja, wie was dat? Eden. Eden, ja. Hoe oud is hij nu dus? 3 wordt hij. Zondag. Ja. Zondag wordt hij 3. Ja. En jij schrijft, Sjoerd, eigenlijk over het feit dat jullie zo ontstellend gelukkig zijn samen. Ja, ontzettend. Zekerlijk is dat. Ja. Ja. En dat er al een aantal keren zijn geweest dat Rachida vroeg van wanneer... Ja, wanneer ga je nou eens op de knie? Op de? Op de knie. Oh ja, op de knie. Niet over de knie, nee. Maar op de knie. Ja. Ja. Nou heb je een poging gedaan, want je was in september jarig en daarna was er een feest en toen was de familie er niet en toen dacht je ik doe het niet en ik verstop de ring of zo. Klopt, ja. Ben je weer achtergekomen, hè? Ja, nou... Sorry, ik moet even ademhalen. Gaat het? Ja. Ja, precies. Ja. Ja. En nu was jouw vraag eigenlijk... ja, zou ik dat op een ander, bijzonderder manier kunnen doen? Maar dat betekent dat er een aantal mensen zijn... die heel belangrijk zijn voor Rachida in haar leven. Zeker. En één daarvan is jouw opa, klopt dat? Ja. Ja. Wat is jouw opa? Wat betekent hij voor jou? Hij is net als mijn vader. Ja. Dus, ja. Ja, hij betekent heel veel voor mij. Mijn opa is iemand die, waar ik heel veel van heb geleerd. Je komt van Aruba oorspronkelijk? Ja, Aruba, Curaçao, Venezuela, hele mix. Ja. En mijn opa woont op Aruba. Ja. En mijn opa betekent gewoon heel veel voor mij. Hij heeft altijd hier gewoond. Ik ben ook hier opgegroeid. Ja. En hij was hier en hij was als een vader voor ons, altijd. En dat was de reden, Sjoerd, dat jij eigenlijk zegt van... ja, ik kan jou nou wel ten huwelijk vragen... maar ik moet eerst om je hand vragen bij opa Leon. Toch? Ja, zeker, zeker. Ja. Als ik die rol moet gaan vervullen, dan heb ik daar wel toestemming voor nodig. Nou, vanmorgen was jij samen met Kane op Schiphol. Kijk even mee, anders. Daar staan ze. Ja, te wachten op iemand die je misschien wel kent. En de deur gaat open en wie hebben we daar? Ja, dat is hem toch? Hoe is het? Ja. Kom opa. Ja? Dat is een belangrijke reden dat we u hebben opengehaald. Ja? Ja, Rachida, die kent u al vanaf kleins. En ja, ze spreekt maar over één man in haar leven die zoveel mooie herinneringen heeft gegeven en vol liefde. En ja... En dat bent u natuurlijk. Ja, ik zou graag die rol willen vervullen. Dat ik ook zoveel liefde en mooie herinneringen aan Rachida kan geven. Nee, en daarmee wil ik haar hand gaan vragen. Oh, dat is... Maar ja, dan heb ik wel uw toestemming nodig. Nee. Om of ik met mijn Rachida mag trouwen. Nou ja, man. Ik zou graag dat het morgen zelf gebeurt. Ja, dankjewel. Ja, ik ben een verbazing van mijn hand. Wow. Het is dus gelukt. Ja, ja. Het mag dus. Het mag dus. Ja. En sterker nog, hij was op Schiphol, dus is hij ook hier nu vanavond. We halen hem erbij, opa Leon. Zo, kom even rustig zitten. Zo,
Welkom in Nederland. En wat fijn dat u toestemming hebt gegeven, zeg. Ja, ik was heel erg blij toen ik dat hoorde. Ja. Want Sjoerd is natuurlijk een kanjer van een knul. Ja. En die willen we graag in de familie, lijkt me. Hè? Ja, dat lijkt me zo. En ik ben ook blij om zo'n kanjer in de familie te hebben. Zo is dat, ja. En nou, vooral voor mijn lieve kleindochter. Oké. Okay. Dat is heel erg lief wat u daar zegt. Sjoerd, jij schreef dat jij natuurlijk het moment dat de familie niet helemaal compleet was, jouw familie ook uit Nederland, dat je het daarom niet wilde. Nou is opa Leon er. Het allermooiste zou zijn dat de hele familie ook uit Nederland compleet is, maar zeker ook, Rashida, jouw moeder Nedra. Ja. En zij is er ook. Nee, joh. Uit Curaçao. Ja. Dus we zijn eigenlijk compleet. Laten we iedereen erbij halen. Dan kan het gaan gebeuren. Hier is jouw moeder en hier is de hele familie. Kom dan maar bij, jongens. Allemaal deze kant op. Rashida en Nedra, als jullie hier naartoe kunnen komen met Sjoerd. Dag Nedra, hallo, hi. Kom hierbij staan. En Kain, als jij je broertje even dan neemt. En dan gaat het gebeuren, Sjoerd. Je gaat het doen, hè? Ja, ik ga het doen. Ja, ik ga het doen. Nou, sterkte. Douchie. Ja, 4 jaar geleden in mijn leven gekomen en ik... Na 36 jaar, ik en mij, is het nu team 4 en is het nu wij en ons. En dat wil ik voor de rest van mijn leven wil ik dat voortzetten. En dat wil ik je vragen. Wil je met mij trouwen? Schatje.